Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend half tien zien we een bewolkingsgebied boven Nederland liggen, een opklaring in het westen van Nederland, en die trokken in de loop van de dag het land binnen. Daardoor gingen op steeds meer plaatsen de zon schijnen, alleen in het oosten hield de bewolking langstand, en daar viel er ook van tijd tot tijd een licht buitje. In de rest van het land viel ook wel een enkel buitje, maar smiddags dus vooral zon. En in de duinen van Hoef van Holland liep de temperatuur zelfs op tot boven de 12 graden. Een zachte winterdag dus. Ook vanavond hoge temperaturen, 6, 7 graden, terwijl normaal de maximum temperatuur een graad of 5 is. Het is vanavond ook overal droog en er zijn er opklaringen. Komende nacht daalt de temperatuur tot rond 2 graden. Op een enkele plekken zal het iets kouder zijn. Aan de grond verwacht ik op veel plaatsen lichte de vorst. De meeste wegen zullen droog zijn, dus de kans op gladheid is niet al te groot. Als we dan kijken naar de temperatuursverdeling, dan zien we dat het vanochtend op veel plaatsen ten oosten van Nederland voor en ook in het uiterste noordoosten van Nederland. En als we dit in beweging zetten, dan zien we uiteraard dat de temperaturen oplopen, dat het in de loop van de nacht weer wat kouder wordt. Aan het einde van de nacht in een groot deel van het oosten van Europa ligt de vorst, maar echt winterweer is eigenlijk nergens voorhanden. Kijken we naar morgenmiddag, dan lopen de temperaturen weer flink op en in de nacht na woensdag is de vorst nog verder verdrongen. Geen winterweer dus in het verschiet. Het weer voor morgen. In de ochtend van tijd tot tijd zon. Maar in het westen neemt de wolking al snel toe. En in de middag kan er langs de westkust wat lichte regen of motregen vallen. In de rest van het land zijn er ook veel wolkenvelden. Maar die zijn vaak dun genoeg dat de zon daar nog doorheen breekt. Droog weer in het binnenland en temperaturen die uiteenlopen van 9 graden in de kop van Noord-Holland. Tot 12 graden maar liefst in Limburg. In de avonduren neemt de kans op regen toe. Vanuit het zuidwesten gaat het dan op steeds meer plaatsen regen of motregen vallen. 10 graden doet totaal niet aan winterweer denken. En als we naar de uh, termijn voor de komende twee weken kijken, dan zien we dat dit de kans op winterweer is. De eerste dagen 0% en ja, na het weekend neemt de kans op vorst dan een klein beetje toe. Maar met 17% twee weken vooruit, ja, nee, dan kunnen we het allemaal geen winter noemen. Dus dat levert de weersverwachting op voor de komende dagen. Woensdag een enkel buitje, maar ook van tijd tot tijd zon. 10 graden maar liefst. Donderdag halen we ook weer de 10 graden. Dan gaat het in de loop van de middag en avond regenen. En vrijdag zien we de zon weer doorbreken. Neemt de wind toe, maar valt er ook weer een enkel buitje. Wisselvallig weer dus, zeer zacht en absoluut geen winterweer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.